Mark Baanders. Van? Van Mark Baanders, van ATV. Maar jij bent de vlees geworden van Binsbergen, man. Maakt me enorme zorgen over je. Ja, dankjewel. Let's go outside. Even mouwen opstropen. Hallo. Welkom bij een nieuwe aflevering van Oud Zuid Uit. En vandaag is Henk Siefmacher 65 geworden. Nou ja, in ieder geval, we staan hier voor de zoveelste keer voor dat Paradiso. Henk Siefmacher is ongeveer de allergaafste tattoo-gast ongeveer in Amsterdam. Eigenlijk wel in Nederland, misschien wel zelfs Europa. Ja, dat werd gewoon superveel mensen. En ik ben hier natuurlijk niet gekomen zonder doel, want wie ben ik zonder doel? Ik ga proberen een tattoetje te scoren. Ik ga voor Henk Siefmacher een verjaarsliedje zingen. En ik ga als allerlaatst de aller lelijkste tattoos ter wereld scoren. Wat ben jij schoor? Dat is ook de eerste keer dat het net gaat. Ja. Ja, ik ga altijd, voor ATV ga ik altijd naar feestjes. Ja, jongen, wat gek! Ja, dat is ook helemaal. Ja, we staan nu voor de zaal waar je lui getatoeëerd kan worden. Dat gaat natuurlijk zeker gebeuren. Ik zit aan het denken om een doodshoofdje op mijn eikel te laten zetten. Onwijs oninteressant verhaal. Ga gewoon naar binnen doen. Snapbacks en tattoos. Snapbacks en tattoos. Oh ja, daar, er wordt nu een overtrekje gemaakt van wat er straks daadwerkelijk getatoeëerd gaat worden. Ik krijg volgens mij een piemel met vleugels. Gefeliciteerd met je 85ste verjaardag, man! 85? 65. Ja. Weet ik ook wel. Heb jij jezelf ook wel eens een tattoo gegeven? Trek jij wel eens aan je eigen lul? Jazeker. En als ik zou moeten beginnen met een tattoo laten zetten ergens, waar zou ik dan beginnen? Heb je helemaal geen tatoeages? Nul. Schaam je, man. Ja, moet ik me schamen? Maak er nog een mooie nacht van. Ja. Oh ja, en meneer, ik heb nog beloofd om een liedje voor u te zingen. Heeft u een favoriete verjaarslied? Nee, maar je hoeft niet te zingen. Zorg jij maar dat je voor het zingen in de kerk uit bent. Ga ik doen, ga ik doen. Kunt u de tattoo van Hans Siefmacher laten zien? Nee, want die zitten allemaal op plekken dat ik mijn kleding uit moet doen. Deze is van zoveel mogelijk geld in mijn leven. Wat is jouw raarste tattoo? Bruce Willis. Een geldboom met een kruiwagen eronder. En een beetje, ja? En een kruiwagen heeft mijn naam. Snapbacks en tattoos. Rap fat, I'm that dude. It's a dragon. Dragon is just a little piece of everything in this world. Say what? Allerlelijkste tattoo. Heb ik niet. Ik vraag me eigenlijk meer af wie nu Van Binsbergen is en wie iemand nadoet. Van Binsbergen, laat. Ben je al klaargekomen zo? Ja. Nee, wacht. Oh. Nee. Van, het is een nacht van zoals je alleen in de film ziet. Hè? Ja. Daar gaat het over. Leuk. Ja, nou. Maar jij bent de vlees geworden van Binsbergen, man. Nee. Aardiger dat ik jou altijd heb nagedaan en nu sta je hier gewoon. Ja, ik sta hier gewoon naast. Maar je niet zelf een beetje van Binsbergen? Want je kon hem wel erg verdacht goed nadoen. Nou, dat kom ik naar die types als jij kijken. En dan denk ik, dit soort eikels moet je heel erg goed na kunnen doen. Dus het is eigenlijk, de irritatie is de beste inspiratie. Ik moet zeggen, je doet het heel erg goed, die eikels. Nou, jij ook. Maak me enorme zorgen over je. Oké, okay, nou ja, dank u wel, meneer. Ik ga zo naar huis. Maar wat een paar doelen. Doel 1 was eigenlijk tattoos checken. Lelijke tattoos bestonden niet. Oh ja, tattoo laten zetten op je om, knie of op mijn kuit is gelukt. En een liedje voor zingen voor Henk Siefmacher, maar dat hoeft niet van hem. En ik ga er nu zelf nog even wat uurtje aan vastknopen, maar de camera die gaat nu oprotten. Hey, adieu!